Het witte goud. Een verhaal uit Ethiopië. Hoera, frietjes, roept Samir blij. Net zo goudgeel als in de reclame, papa. Dank je wel voor dit mooie compliment, lacht papa. Geef je me het zout even door, Natasha. Weten jullie dat men zout het witte goud noemt? Yes, een verhaal, zegt Natasha en ze klapt in haar handen. Heel lang geleden, begint papa geheimzinnig. 100 jaar geleden? Vraagt Samir. Nee, veel en veel langer geleden, zegt papa. Dit verhaal gebeurde wel 1000 eeuwen geleden in het noorden van Ethiopië. Daar ligt de Danakil-woestijn en woont een bevolkingsgroep die men de Afar noemt. Het is er verschrikkelijk heet en bijna onmogelijk om te leven. Ooit was dit uitgestrekte gebied het rijkste van de wereld. De grond lag bedekt met een dikke laag goud die schitterde in de zon. De Afar ploegde het goud om, zodat telkens een andere kant in de zon kwam te liggen. En het oude goud bracht steeds nieuw goud voort. Alle huizen die men er bouwde waren ook van goud. En de Afar waren gelukkig. Tot op een dag boer Amadi stopte met ploegen. Waarom zou ik nog werken? Zei hij. Het goud ligt hier voor het rapen en daarmee kan ik alles kopen wat ik wil. Hij heeft gelijk, zeiden de dorpelingen. Maar niet alleen de boeren stopten met werken, ook de handelaars sloten één voor één hun deuren. En de laatste die ermee ophield was bakker Kaleb. En toen was er ook geen brood meer in de Danakil. Maar dat vonden de Afar geen enkel probleem. Er waren genoeg bakkers in de wereld. Ze bleven de hele dag lui op hun kussens liggen en lieten voedsel en kleding aanbrengen. Er kwam een lange karavaan van kamelen naar de Danakil om goederen te verkopen. Na een tijd werden de Afar zelfs te lui om hun huizen te onderhouden. Het goud van de daken en muren verloor zijn glans en schilferde af. Het goud op de grond verpulverde tot wit poeder dat keihard werd. En weg was het goud van de Afar. De karavaan met kamelen kwam niet meer langs. Er was immers geen goud meer om hen te betalen. Bakker Kaleb streek met zijn vinger over de grond, op zoek naar iets eetbaars. Toen proefde hij dat het goud in zout was veranderd. Zout is geen goud, dacht Kaleb. Maar het zit vol mineralen en kan ook als veevoer gebruikt worden. Als ik dat in zakken doe en verkoop, zal ik geld verdienen. Maar het zout was hard en scherp en de bakker haalde zijn vingers open. Met een bijl probeerde hij een stuk van de zoutlaag los te hakken. Maar de zon weerkaatste op de witte vlakte en verbrandde zijn huid. Bakker Kaleb riep de dorpelingen bij elkaar. Als we willen overleven, moeten we samenwerken, zei hij. Maar het zal hard werken zijn. Goed beschermd tegen de zon, hakten ze het zout in grote platen uit de grond. Ze beladen hun kamelen met het zout en verkochten het in staven, net zoals goud. En nog altijd trekt de karavaan van de Afar door Ethiopië om hun witte goud te verkopen. En ze hopen dat als ze hard genoeg werken, het zout ooit weer in goud zal veranderen. Wat een mooi verhaal, zegt Samir en hij draait het zoutvaatje tussen zijn vingers. Plotseling gaat het klepje open en worden zijn laatste frietjes bedolven onder het zout. Haha, lacht Natasha, je goudstaafjes zijn zoutstaafjes geworden. Dat wordt werken, Samir, plaagt papa.